Michael Carter speelt in Jersey Boys de rol van Tommy DeVito. Dat is de oudste en een beetje de bad guy. In de zin van Tommy DeVito is degene die vindt dat hij een beetje op elkaar gebracht heeft. Die mee begonnen is, die Frankie erbij gehaald heeft als jong pikkie. Mm-hmm. En die eigenlijk vindt dat hij de boel bij elkaar heeft gebracht. En daardoor natuurlijk een beetje verantwoordelijk is voor het succes. Hij deed alles met geld, maar was een beetje schimmig. En hij probeerde ook nog wat rare dingen met de vrouwen van de andere bandleden en zo. Dus hij is een beetje, het is een beetje een eikel. Het is een beetje een klootzak, maar het moet een beetje een charmante klootzak zijn. De rol van Nick Messi wordt gespeeld door Robert van den Berg, die onder meer te zien was in Soldaat van Oranje. Nick Messi is de bassist van de groep. De arrangeur, hij schreef de arrangementen van de Close Harmony partijen binnen de groep. De basstem, dus een beetje tegengekleurd op het hoge geluid van Frankie Valli. En dat is een beetje een stille kracht. Het was het rustiger dan de rest. En op een gegeven moment is hij uit de groep gestapt omdat hij niet meer aankon. De Vlaming Dieter Spileers schrijft in de huid van Bob Gordio. Bob Gordio is zeg maar het muzikale genie van de vier. Samen met Bob Crew heeft hij alle nummers geschreven en gecreëerd voor de Four Seasons. En hij is zeg maar ook de man die aan de basis staat van deze musical, samen met Frankie Valli. En Frankie Valli wordt gespeeld door Tim Driessen. Hij stond al in de grote show West End in Londen, maar heeft nu zijn eerste echte hoofdrol te pakken. Frankie Valli was de leadzanger van The Four Seasons en ook de man met de hoge falsetstem. Dus ik mag elke avond heel hoog zingen. Ik heb hem niet gezien, dus ik heb hem even zin. Nee, ik ook niet. Ik heb ook helemaal niet gezien, dus ik laat het vredig om aan te komen. Het is de coolest part. The coolest part in any music. There's one question. Do you have to play the piano? For real, on stage? No, thankfully not. That's cool, yeah. Because I had to play piano at school. Okay. But I wasn't that good in it. This is your real hair. I'm blonde. I'm, you know, so blonde. So this is all dyed and makeup. So yeah. So you have to dye it too. I think I'm going to get a wig. Yeah, geen idee wat ik tegen die man moest. Ja, die zegt gewoon, ja, nice to meet you and I love your story. Dat is eigenlijk het eerste dat je zegt. So lovely to meet you. Thank you, you too. Thank you. Sorry, I'm a little bit starstruck. I'm a bit like, wow, it's just incredible. Praat jij tegen vrienden, Frankie? Ik wil graag op je bek zien gaan. Toen stronsel je terug, ja, toch! Terwijl Frankie ook de rest van de Nederlandse cast ontmoet, spreek ik zijn veel jongere vriendin Michelle Fleury. Ik heb een plaats. Daar heb jij mee gedacht. Ik hield de boel bij elkaar. Ik moest schrijven voor die stem. Het mooiste toen wij onze sound vonden. In dag uit met de cast gaan werken. Wij zeggen in België 15, maar hier is het 15. Ja. Snap je? Dus er wordt wel op gewerkt met een taalcoach om het zo goed mogelijk algemeen Nederlands te laten klinken. Dat klonk heel Belgisch, zoals je nu net zei. I know. Iedereen weer die je kent en doet er zo, maar zijn we een beetje hysterisch? Ik stond echt achter, ik was zo zenuwachtig. Echt waar, ja. Dat heb ik echt niet zo heel vaak, maar ik dacht van, oh shit, als het nou maar goed gaat, als het maar goed gaat. Dus ik zou met z'n vieren daar, dus als je één iemand zijn pasje verkeerd doet, dan ziet gelijk iedereen. Laten we lekker gaan doen. Ja, een beetje nerveus wel. Ja, toch wel. Ja. En waar ben je dan nerveus voor eigenlijk? De reacties of mijn stem goed zit, of dit goed gaat, dan moet ik nog werken. Dus, ja, alles kan misgaan. Wat zeg je? Alles kan misgaan. Alles kan misgaan, ja.